Saturday. Welkom bij Fit in 5 Weken met Nol en Remco. Ja, ja, daar zijn ze weer. Onze Nol en Remco. Onze sportatleten. Onze dieetkanjers. Onze presentatoren. Onze super gemotiveerde dieetgoeroes. Nou ja, het zijn onze Remco en Nol maar. U gelooft het vast niet, maar de heren zijn nog steeds bezig met afvallen. En ook vandaag gaan we weer wegen bij Sportium in Den Bosch. Dan gaan we naar week 4 en ik zie dat jij ook overgegaan bent op de felle kleuren. Beetje campinglook, hoor. Ik vind het een beetje... omdat we zo fel zijn. Ja, ik denk we zijn zo fel. Hij heeft een wc-rol om zijn naam, hij komt van de caravan of zo. Nee, nog net niet. Ik vind het wel mooi. Ja, dat heeft een trend gezet, hè? Ja, het is echt een Turkse Ralph Lauren. Oh, dat is zo Bas. Ja. Hey Bas. Hi, goedemorgen. Hi. Goed dat jullie er weer zijn. Hey, ik hou de dingen eventjes zo, want anders weegt het allemaal veel. Hè? Ik vind het prima, joh. Helemaal goed. Weegschaalmeting nummer 4 vandaag. Ja. Zijn jullie klaar week voor? Vier. Week 4. Zeg, dat is een beetje op zijn kermis. Week 4. Week 4. 4. 4. Ik ga hem weer eens instellen voor jullie. Okay. Nou, terwijl jij dat doet, Bas. Dat is eigenlijk de reden waarom nou zo hier het openbaar staan. Jij vindt het leuk als ik afga, zeg maar, waar iedereen bij staat. Nee, we kunnen wel in de hokje, maar het hokje is heel klein. Doen we al 3 weken. Dat is maar ik heb een beetje andere setting. Ja, en ik zal je heel eerlijk vertellen, ik heb je een aantal keer betrapt op je hebt Bosse Bubbels flink gedronken. Ja. Hoeveel? 2 flessen. Nou, dat is ongelooflijk. Ja, ik kan zeggen 2 glazen, wat lieg ik toch? 2 flessen. Ja. Je hebt... Wat is het ergste wat je hebt gegeten wat je niet mocht? Nou, ik denk die Bosse Bubbels wel het ergste zijn. Dat is dan drinken, maar daar zit natuurlijk meest suiker in. Ik heb ook wat brood op, maar er zit niet zoveel in als in de 2 flessen Bosse Bubbels. Ja. Ja, dat is toch wel... En jij? Want jij hebt ook een aantal dingen gedaan. Ja, ik heb... Waarom dan? Eten heb chips? Eten heb ik me heel streng gehouden. Nou, chips eten vind ik niet streng, hoor. Ik heb één keer heb ik moeten eten bij... toen hadden we bij de gemeente... Je moet niks. Nee, dat klopt. Toen heb ik gegeten bij de gemeente, want het was begrotingszonde en dat is zo'n begrotingsdiner. Maar toen heb ik wel geprobeerd eruit te pikken van... Okay, is er bij de gemeente geen gezonde dingen dan? Nee. Oh. Nou ja, ik vind toch wel dat de gemeente verantwoordelijkheid moet nemen. Ja. Ze vinden allemaal op scholen, moeten allemaal gezond in de kantine. Ja, dat moet dan bij de gemeente ook. Daar liggen geen kroketten en frikandellen. Dus dat was wel gewoon een goede catering, van Hutte Catering. Dus, maar ja, goed. Het komt er dus gewoon eigenlijk heel simpelweg op neer. Ik had wel, dat wil ik toch even zeggen, 4 dagen in de week kroketten of frikandel, hè? Dat deed je eerst, hè? Ja, serieus. Ja, maar je kunt het bij jou wel zien. Oh, toch wel? Ja. Nou, even een vraag tussendoor nog, want kan ik hier niet op terugzien, jouw lengte? 1,83. Zal ik ga eerst. Kun je niet verder naast? Ja, ja. Oké, okay, ja, 1,83. 83 kilo wegen. Ik ben 51. Oh. Het is tijd voor de resultaten. Ondanks dat de heren kleinschalig gezondigd hebben, zijn ze ook deze keer weer kilo's kwijtgeraakt. Nol woog bij de vorige meting exact 96 kilo en weegt deze week... Het gaat erom spannen. Wat weegt Nol nu? 94,5. Dat betekent dat hij 1,6 kilo is afgevallen. Netjes. Ja, is heel netjes, Nol. Hou hem even vast, Nol. Ja, eerlijk is eerlijk. Bijna 2 kilo. 1,6 kilo precies. Ja, hij is klaar. Dat is netjes, toch? Ja, heel netjes, heel netjes. Absoluut. La, ja, la, 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 la. Het is toch gewoon een groot kind, hè? Dat betekent gewoon, als ik terugreken, in 4 weken... We gaan even terugrekenen. Moet ik even de stand op maken. Doen we zo meteen wel. Is het jij dadelijk? Zo, hier had je op verheugd. Hier hou even vast. Doe even mijn schoenen aan. Ja. Het kan nog, hoor. Je kan nog een scheetje laten. Dat weet je. Kom maar. Doe dan. Kom maar. Een scheetje laten. 77,4. Kom, even die lucht eruit. Het weegt weer niet goed. Wat was zijn laatste gewicht, Bas? Even kijken, laatste gewicht was 77,4. Oeh, wat veel zeg. 77,4. Ik ben gewoon helemaal te transpireren. Ja, ik zie het nou, vooral ik ruik. Even een klein momentje voordat je erop gaat staan. We gaan weer eventjes... Hoe groot was ik? Ben ik? Ik krimp niet, hè? Nog steeds 23?
Nee, leeftijd 24. Ja, 24. Jaar geweest. Heb je al 23 gedaan? Mag ik jou feliciteren? Zeg je? Ben je ondertussen jaar geweest? Nee, nee. 24. Ik begon op 81,9 kilo. En de lengte is 1,70? 1,70. Het is ook maar een kleintje, hè? Ja. Alles ik dacht 1,71. Terug je direct te liegen over mijn lengte. Nou, Remco. En jij woog, moet ik even kijken, de laatste keer. Moment van de waarheid, jongen. Remco woog bij de vorige meting 77,4 kilogram en weegt deze week 75,9. Dat betekent dat hij 1,5 kilo is afgevallen. Oh jee. Hou vast, hè. Houd hem vast, hè. Gaat toch gewoon een bandje niet om, hè? Ja, heb ik wel om, hè. Ja. Ja. Ongekend, nog steeds afgevallen. Ja, ongekend, jongen. Dan zijn we niet wezen sporten. Nee. Maar ik ben benieuwd hoe het zit met dat vetpercentage en die spiermassa. Want we hebben, wel eerlijk, we hebben een week niet gesport. Nee. Dat is gewoon te druk. Vanwege de drukte. Dat kan gebeuren. Maar daar baal ik wel van. Want ik heb het idee dat de combinatie met sport, dat lekkerder gaat. Nou, misschien voor wel. Mij, van de andere voor kant. Mij heb ik het idee van, als ik dan, ja, dat is een heel slechte brede neem. Maar als je dan een keer iets slechts pakt, dan denk ik dat sport dat er wel ja, maar af. Sport is wel goed voor jouw G-krachten. Ja. Echt zo grappig. Elke week weer, ja. 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 Maar het is wel zo, als je dan met sporten afvalt, dan kweek je wel weer zware spieren. En je spiermassa neemt toe. Dat vind ik niet erg. Als meer spiermassa en minder vet, dan is het goed. Nou, we gaan even naar de victim, ja. Naar het resultaat luisteren. Ja. Ja. Beginnen even met jou, Nol. Ja. Het gewicht is dus weer gezakt. Dus chapeau, dat is hartstikke goed. 96,0 naar op dit moment 94,4. Weer 1,6. Eraf. Dus maar wat ook mooi is om te zien, is als je naar het vetpercentage kijkt, die is van 28,5 naar 25,9. Dat is echt veel. En dan de spiermassa, die is gestegen. Kijk. Ze zijn twee goede ontwikkelingen natuurlijk. Spiermassa erbij, vetpercentage eraf. Wauw. Dat is altijd goed. Als het goed is merk je het ook in je lichaamssamenstelling, als je bepaalde kledingstukken aan doet. Ik zou je vertellen, ik heb echt gewoon blouses. Dat zijn voor mij maatvoeringen. Die ik al 3 jaar niet heb aangekund. Ja. Die nou gewoon, ik denk van nou, nog een mooie brede riem erop. Dat is natuurlijk een fantastisch gevoel als je dat weer... Nee, maar serieus. Ja, dat heb ik ook. Ik heb luzie waar de knopen vanaf sprongen die weer past. Ja, Remco, want als we gelijk even doorgaan naar jouw resultaten, dan... Maar ken je moeder wel een beetje naaien? Dat ze die knopen er even door naar de resultaten. Nee, van 77,4 bij de laatste meting naar 75,9. Dat is ook anderhalf af. Nee. En als je kijkt naar vetpercentage, zie je ook nog steeds lichtjes gedaald. Van 26,9 naar 26,2. Spiermassa ook weer een 0,5% gestegen van 36,5 naar 37. Ja, maar het scheelt wel doordat ik gewoon eigenlijk een luie week heb gehad. En ook met eten, dat ik me niet overal helemaal 100% heb gehouden. Dan merk je wel gelijk dat het verschil kleiner is. Ja, dan merk je toch dankzij de continuïteit van jullie trainingen dat die lijn zich toch door blijft trekken. Ondanks dat je een weekje minder hebt gedaan. Ja. Het is wel eerlijk, toch? Ja, nee, maar het is gewoon zoals het is. Ja, daar ga ik niet over liegen. We hebben zelfs de resultaten zijn er ook na. Hè? Kunnen we eens optellen wat nu de stand is? Want ik weet dat ik zelf ben begonnen op 100. Puur even naar de kilo's kijken. Ja. Dan zitten we nu van 101,1 naar 94,4. Dan moeten we even uittellen, want daar zijn we niet zo goed in. Kan het op de computer? Ik kan op de computer. Of als je eventjes een... rekenmachientje. Ja, want we willen het wel heel erg gewoon weten. Meten is weten. En rekenen kunnen we niet meer uit ons hoofd hebben. Nee, dat is tegenwoordig allemaal veel te moeilijk. Dus ik ben begonnen op 101,1 min 94,4. Op dit moment 6,7. In 4 weken. Ja, vanaf in 4 weken. 6,7 in 4 weken. Het is bijna 7 kilo in 4 weken. Ja. Dus je moet nog een 3,3 kilo in 3 weken. Dat je wel 10 kilo in 7 weken. Ja, nou dat is onze opdracht. Dat is niet wat ik wil. Dat is onze opdracht. Ja, dat moet toch wel te doen zijn. Ik denk dat jij misschien wel 12 kilo gaat redden. Nou, je schijt uit zeg. En Remco, jij begon op 81,9. Ja. Zit er nu op 75,9. Dat is precies 6. Precies 6 kilo. Ja, ik ben blij mee. 6. En ik was 6,7? Ja.
6,7 en 6 kilo. Ja, dat is ongekend. Ja, dat ongekend. Het werkt. Het dieet werkt in ieder geval. Ja, maar we moeten wel meer sporten. Moeten? Ja, moet. Vind ik wel. Ik vind dat wij... Nol is lui. Zeg eens tegen Nol, elke keer als we hier naartoe gaan, dan wil hij maar 10 minuten sporten en wil hij weer weg. Ja, zeg eens dat hij moet sporten. Ik doe vandaag gewoon helemaal niks. Nee, oké, ja, dat is een keuze natuurlijk. Ja. Kijk, je kunt het wel nog... De resultaten kun je nog een beetje meer positief beïnvloeden door echt gas te geven hier. Maar je moet natuurlijk wel goed bij blijven voelen, want anders hou je het niet vol. Dus dat is ook wel belangrijk. Dus jij kan zeggen hij is lui, maar ja, dit is natuurlijk wel ook een prachtig resultaat wat hij tot nu toe heeft behaald. Jullie allebei. Ja. Maar om het vol te blijven houden, moet je natuurlijk wel doen waar je lekker bij voelt. Dus, als je zeker als je daar ook op streefgewicht bent, hè, na die 7 weken, en je gaat eigenlijk weer een beetje normale eten, en dan moet je wel gaan sporten, lijkt mij. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, vinger aan de pols. Kijk, weet je wat het is? Ik zie dat bij jou, jij bent 24, ik ben 51, en wij hebben één ding gemeen. En dat meen ik echt, hè? We hebben allebei levenslang. We hebben echt allebei levenslang. En dat betekent als wij niet opletten op wat we eten, dan zijn die 6, 7, 8, 9, 10 kilo er zo weer aan. Dus het is gewoon... In no time. En een leven helemaal omgooien, Bas, dat wil ik niet. Wat ik wel wil, is bijvoorbeeld gewoon toch weer de begonnense leven oppakken. Ik weet dan dat ik ga aankomen. De alarmknop op 1,5, 2 kilo zetten. Ben ik weer 2 kilo aangekomen, dan pak ik terug op mijn dieet, wat ik hier aan het uitvoeren ben. Hè. Dus, en dan ga ik gewoon 1,5 week, 2 weken vasten. En zo ga ik het doen. Ja, je weet nu... En natuurlijk bewegen. Je weet nu wat het voor effect op jouw lichaam heeft. Maar dat is geen garantie dat dat elke keer zo gaat zijn. Dus het zou mooi zijn als je het wel een beetje in je leefstijl kunt veranderen. Je hoeft het niet helemaal drastisch om te gooien zoals jullie nu gedaan hebben. Maar het zou mooi zijn als je wel bijvoorbeeld in sport 1-2 keer in de week bij kunt houden. Anders krijg je echt een yo-yo effect dat je constant op en neer blijft. Maar met alleen sporten zou je dit effect nooit kunnen bereiken. Tenminste, dit resultaat. Het gaat vooral om de combinatie voeding en sport inderdaad. Dat is wat jullie ook dit resultaat op heeft geleverd. Dat je echt op alle twee de gebieden een totale verandering hebt gemaakt. Dus daarom zie je dat de resultaten nu vooruit blijven gaan. Zelfs als je eentje van de twee weg zou halen, zou het misschien nu stilstaan of juist weer de andere kant aankomen. Dus ik denk dat juist die combinatie jullie zoveel op heeft geleverd. Dus heb je al gekeken met jouw spieren en met jouw vet? Heb je dat ook al doorgekregen? Dus zelfs een lichte daling van het vet en een lichte stijging van de spiermassa. Okay. Ja. Dus dat is wel positief, maar wel minder als de vorige keren. Dus ik moet wel weer aan de gang. Oké, okay. Nou dan denk ik dat we klaar zijn. Ja. Ik ga niet sporten vandaag. Nou ben ik benieuwd. Je mag daar ook een trapje af. Ja, ik heb echt gewoon geen zin. Ik meen ik echt. Ja, zin moet je maken. We gaan even. Ik vind sport ook nog steeds niet leuk, hè? Met de we gaan even langs de fijn proeven. Nee, dat gaan we niet. Oké, man. Het resultaat is nog steeds goed. Dus probeer die motivatie erin te houden. We gaan al richting het einde. We zijn nu over de helft. Nog 3 weken. Ja. Dat vind ik altijd wel moeilijk, hè? Dan hebben we hier een weekmoment gehad. Ja. En dan is vandaag de dag dat je weer opnieuw moet opladen om die week vol te brengen. Dat vind ik altijd kan me voorstellen. Ja. Dus ik hoor jou net zeggen, ik ga liever niet sporten. Ik zou natuurlijk liever zeggen van doe het wel, maar ik kan jullie niet dwingen. Dus... Ja heren, jullie hebben een mooi resultaat bereikt. Maar hoe zit het eigenlijk met jullie conditie? Jullie moeten nu toch echt aan de bak. Klaar? Sporten maar! Wil je net als Nol en Remco ook sporten bij het Sportium in 's-Hertogenbosch? Neem eens een kijkje op de website sportium.nl. Ja, wat kunnen die twee zichzelf toch uitsloven, hè? Het zit er alweer op voor deze week. Kijk volgende week weer naar Fit in 5 Weken.